Hi guys. Friday. Bijna weekend. Voor vandaag hebben we een lekkere workout voor met name weer een beetje bovenlichaam. We gaan even lekker met de warming-up beginnen. Een stukje strength en straks ook weer de workout. Voor de warming-up gaan we zo meteen 3 rondes doen van de volgende bewegingen. We beginnen met de shoulder taps. Je komt in een mooie plankpositie. Mijn schouders staan boven mijn polsen. Vanuit hier kan ik ietsje breder gaan staan. En dan gaan we om en om. Schouders aanraken. Yes, 20 stuks. 10 per kant. Vervolgens doen we 30 seconden plank push-ups. Kom in de push-up positie. Naar de plank. En weer naar de push-up. Naar de plank. En weer naar de push-up. Gewoon 30 seconden, lekker relaxed. Hoeft niet super snel. Dan 10 sit-ups. Mag je gaan zitten op de grond. In de voeten komen tegen elkaar aan. Een soort van vlinderbeweging. Vanuit hier gebruik lekker die armen. Kom omhoog. Maak ik 10 sit-ups. En heb ik dat gedaan, gaan we naar 10 squats. Voet op schouderbreedte. Handen mooi voor je. Squat naar beneden. En ik kom omhoog, heupen mooi verstrekken. Op die manier maak ik de 10 herhalingen. 3 rondes in totaal. Lekker relaxed om warm te worden. Zet hem op, guys. Ik zie jullie zo meteen voor de strength. Goed. Strength, jongens. We gaan aan ons bovenlichaam werken. Met name de borst. We hebben de floor press. En we hebben de nieuwe diamond push-ups. De floor press hebben we al eens vaker gedaan. Heb je een object voor nodig? Backpack, kettlebell, dumbbell, enkel, dubbel. Maakt niet zoveel uit. Als je maar iets van gewicht hebt. Wat je doet. Je gaat op de grond liggen. Voeten gaan plat op de grond. En ik hou mijn onderrug actief in de vloer geduwd. Dat doe ik door een klein beetje met mijn schouders van de grond te komen. Het gewicht breng ik in de toppositie. Vanuit hier laat ik hem gecontroleerd zakken. En ik duw hem weer omhoog. Belangrijk is dat ik mijn schouderbladen actief in de vloer duw. Dus voorkom dat je helemaal je schouders van de grond afhaalt. We willen actief die schouderbladen in de grond duwen. Waardoor we activatie met name ook van die borstspier krijgen wanneer wij gaan duwen. De schouderbladen in de grond, duw zelf omhoog. Ga je in totaal 80 floor presses doen. Dat is best wel wat, zeker als je wat gewicht hebt. Dus kies je weer voor om je backpack lekker te vullen met boeken, flessen, wat gewichtjes. Elke 20 herhalingen moet ik nu diamond push-ups gaan doen. Dus ik heb 20 floor presses gedaan. En de diamond push-up, jongens, is eigenlijk een push-up waarbij we onze handen dus een soort van diamantvorm gaan plaatsen. Dus de handen heel dicht bij elkaar. Gaat dus ervoor zorgen dat we met name de binnenkant van de borstspier ook gaan gebruiken. In plaats van te breed staan. Pak je vaak veel meer een groter deel van de borstspier mee. Heb ik hem smal. Als ik alleen maar mijn handen naar elkaar duw, voel ik al veel meer spanning aan de binnenkant van de borst. Is een veel zwaardere push-up. Kies er dus voor of je al vanaf het begin vanaf de knieën of vanaf de voeten wil werken. Maar we willen voor kwaliteit van beweging gaan, dus zorg ervoor dat je ze gewoon goed uitvoert. Wat je doet, je plaatst de handen dicht bij elkaar. En vanuit hier ga ik nu push-up, dus de borst gaat wel naar de grond. En ik duw mezelf weer omhoog. Borst naar de grond. En ik duw mezelf omhoog. Het is echt wel een stukje zwaarder, jongens, dus kies er gewoon voor om voor kwaliteit te bewegen. En ga dus nooit direct naar de knieën. Heupen mooi strekken, dus heupen duw je naar voren toe. En ook hier kan ik nu push-ups maken. Je zult merken dat het een hele andere belasting is. Heb ik er 10 van gedaan, ga ik naar de floor press. Doe ik er weer 20. Vervolgens weer 10 push-ups. En ook na de laatste 20, dus heb ik 80 herhalingen van de floor press gedaan, moet ik weer die push-ups doen. Yes? Dus je bent best wel wat push-ups aan het maken. Zet hem op, jongens. Je hebt 12 minuten de tijd. Zet er meteen een klokje van 12 minuten aan. En probeer in die 12 minuten het in ieder geval af te krijgen. Maar neem je tijd. Ja? Zorg ervoor dat je niet meteen gaat rammen als een gek. Floor press voor kwaliteit bewegen. En die push-ups idem dito.
Good luck guys en tot zo bij de workout. Alright. Lekker gewerkt guys. We zijn allemaal 3 keer zo breed geworden. Wat we gaan doen, we gaan voor de workout een M-rap van 12 minuten doen. Oftewel, 12 minuten lang zoveel mogelijk rondes als je kan. We beginnen zo met een ground to overhead. Afhankelijk welk object je hebt, kies je ervoor welke variatie je gaat doen. Ground to overhead betekent, ik mag zelf bepalen welke variant van de grond naar boven het hoofd ik doe. Het kan een snatch zijn. Een snatch is een beweging waarbij we vanaf de grond in 1 beweging helemaal omhoog gaan. Heb ik een backpack, pak ik hem mooi aan de zijkant vast, let op een mooie rechte rug, kom explosief omhoog en ik breng het gewicht in 1 beweging naar boven. Laat ik hem zakken, raak ik de grond weer aan, kom ik weer omhoog. Je mag ook verkiezen om de clean and jerk te doen. Hebben we een tussenstapje op de schouders, startpositie is hetzelfde. Ik kom omhoog, vang hem op mijn schouders en ik duw hem vervolgens omhoog. Je kan dus zelf bepalen welke jij leuk vindt om te doen en welke je ook wil gaan doen. Ja, het zijn er steeds maar 3. Korte beweging. Probeer je gewoon wel voor kwaliteit te gaan. Dus voorkom dat je zeker bij die snatch niet steeds dit gaat doen, maar elke keer mooi door de benen zakt. Vervolgens gaan we naar een push-up. Is het gewoon een push-up, hoeft niet die diamond push-up te zijn. Handen gaan onder de schouders. Ben je nou heel goed in push-ups, kan je voor een deficit gaan. En wat dat eigenlijk is een push-up op een verhoging. Dus kies ik er bijvoorbeeld voor om, ik heb even niks bij de hand, 2 boeken neer te leggen, dikkere boeken. Moet ik veel dieper zakken in die push-up, word je er zwaarder van. Ja? Heb je zelf de keus, hoeft niet, push-ups ofwel van de knieën of vanaf de voeten. Na 6 push-ups gaan we naar 9 up-downs. In de plank, terug. Yes, een beetje conditie erbij. 12 minuten lang, het zijn korte rondes. Probeer lekker te beuken hier en zoveel mogelijk rondes te halen als je kan. Zet hem op guys, zet mij pauze en ik zie jullie zo voor mobility. Alright, klasse gedaan jongens. Lekker pittig wordje. Wat we gaan doen, een stukje mobility en dan kan straks misschien wel het weekend lekker beginnen. Wat je doet, plat op de grond, handen spreid je uit en ik kies nu 1 van de 2 kanten. Been gaat mee en ik draai nu weg. 1 minuut aan deze kant en vervolgens 1 minuut aan de andere kant. Belangrijk hier is dat je schouderkop op de grond blijft, ga je stretch voelen. In die borst. Neem gelijk lekker die onderrug mee. 1 minuut per kant, jongens. En we eindigen vandaag met een 2 minuten puppy dog. Kom op handen en op mijn voeten en mijn knieën. Ik wil dat mijn heupen nu boven mijn knieën blijven. En ik loop nu alleen maar naar voren met mijn armen. Ga ik lekker hangen in de schouders. Mijn hoofd mag op de grond. 2 minuten houden we deze positie vast. En dan zet die er lekker op, guys. Zet hem op. Goed gedaan. Geniet van het weekend. En misschien tot morgen. Doei!